belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose overheid is gisteren begonnen met een project waarbij mensen zich in de wijk kunnen laten vaccineren. Gisteren gebeurde dat in Steenrijk. Ook vandaag is het in Steenrijk mogelijk en in Soto. Morgen kunnen mensen in de wijk Bornam en bij Terracora zich laten vaccineren. Op die manier probeert de overheid zoveel mogelijk mensen een prik te laten krijgen. Het gaat om mobiele prikcentra waar mensen de hele dag tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags naartoe kunnen gaan. Op Curaçao zijn gisteren maar 4 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Daarvoor werden bijna 700 mensen getest. Dat meldt de afdeling epidemiologie in haar laatste overzicht. 1 patiënt overleed aan de gevolgen van COVID en daarmee is het dodental opgelopen tot 111. In totaal 46 mensen herstelden van het virus, waardoor er momenteel 388 actieve besmettingen zijn op Curaçao. Dat cijfer loopt steeds verder terug. Het Curaçao Medical Center telt op dit moment 52 COVID-19 patiënten, 1 meer dan zaterdag. 24 daarvan liggen op de intensive care. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pensé en Aqualectra, ta honra di por sirvi y di contribuir al bienestar duradero de nos comunidad. Nos que llamamos tanki, pa cumpli carga sempre con nos. E que otra manera pa mostrar nos gratitud, ofreciendo bo un compensación. A mi ta corso, mi ta bande di be mi ta bando po. A mi ta corso, curso chi chi ma mai di mundo. Si a bo ta corso, nota importanza bo ta el aplau. A bo ta corso, a bo ta corso, bo ta metti un lugar special. Può persigui registrare e applicare tranquillo via aqualectra.com/dankinabo o chiama 0800-0135. Muntu, nostra contribui na un mio corso. Het multidisciplinaire team van het ministerie van Economische Ontwikkeling en de politie hebben in de afgelopen dagen verschillende keren opgetreden. Zo werd een feest in een bekend studentenhuis aan de Telamonstraat beëindigd. Aan de Puerto Ricoweg werd een feest geëindigd waar vooral tieners aanwezig waren. Ook op andere adressen moest worden opgetreden. Maar de meeste problemen deden zich toch voor bij minimarkets en toko's. Daar kwamen mensen bijeen om te drinken en op veel plekken werd geen afstand gehouden en geen mondkapjes gedragen. Daardoor werden verschillende boetes uitgedeeld aan winkeleigenaren. Volgens Gilmar Pik-Pisas, de beoogde nieuwe minister-president van Curaçao, komen er geen makkelijke tijden aan, maar is het ook niet onmogelijk om de situatie voor de bevolking op Curaçao te verbeteren. Dat zei Pisas tijdens de ondertekening van het regeerakkoord afgelopen vrijdag. Pisas benadrukte dat de situatie op Curaçao niet makkelijk is, maar de mens staat centraal voor de PNP en de MFK, zo zei Pisas, en daar gaan we hard aan werken. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De organisatie KPEC heeft een onderzoek gehouden onder de verschillende docenten op Curaçao. Daaruit komt een verontrustend beeld naar voren. De situatie is problematisch, zo zegt de leider van KPEC, Ero Kova. Verder hebben veel docenten de wens om de EFO-toets op te schuiven, maar vooral om aandacht voor de problemen. Kova zegt tegen Extra vandaag dat Nederland miljarden investeert in het onderwijs en Curaçao tijdens deze problemen met de COVID-situatie weer alleen maar bezuinigen. Het Advent Hospitaal zou volgens directeur Senaida Pannevlek meer kunnen doen. Maar het ziekenhuis wordt nauwelijks betrokken bij overleg over de medische situatie op het eiland en krijgt ook geen antwoord van de minister op haar vragen.
Volgens directeur Pannevlijk is het advent niet toegewezen om coronapatiënten te helpen, maar worden er ook geen gewone patiënten vanuit het CMC doorverwezen voor electieve zorg. Het advent zou daarin een rol kunnen spelen. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld een uitstekende MRI-scan. Maar we worden steeds over het hoofd gezien, zo stelde Pannevlijk tijdens een persconferentie. De Nederlandse mannenploeg heeft met grote Curaçaose invloed goud veroverd op de 4x400 meter bij de WK-estafette in Polen. Jochem Dobber, Tony van Diepen, Lee Marvin Bonavacia en Ramsey Angela schreven daarmee atletiek historie. Want de Nederlandse estafetteploeg won nog nooit een wereldtitel op dit Olympische nummer. Bonavacia en Angela zijn Curaçaose atleten. Het kwartet won de finale in Gorssel, Japan werd tweede, Botswana derde. Bonavacia gaf daarna een interview aan de NOS. Hiervan hebben we gedroomd, zei hij. Dit is de kroon op onze afstand, maar nu willen we ook de Olympische finale halen. Dat is onze volgende droom. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.